Welkom bij Maris Piper, een brasserie van hoog niveau. Daarmee bedoel ik dat de producten die we allemaal gebruiken, kijken altijd wat is het beste van het beste wat we kunnen gebruiken. En daar ligt het onderscheid met normale brasseries, denk ik. Ik vond dat de standaard brasserie, dat is al heel vaak gedaan. En een iets jongere twist aan een brasserie, dat is wat we graag wilden doen. Maar wel met klassiek naar de oudere brasseriegerechten, zeg maar. Maris Piper is ook een brasserie met een tikje Engelse inslag. En bijvoorbeeld is dan de Beef Wellington is dan een voorbeeld. Heerlijk gerecht van ossenhaas, ingesmeerd met wat mosterd. En dan ingerold met een duxelle en mooi bladerdeeg. Ja, dat is gewoon comfort food tot max. En dat wilden we heel graag op de kaart hebben. Een hele mooie Beef Wellington die alom wordt geprezen en die veel op internet is. Is die van de Holborn Dining Room. Chef Callum heet die man volgens mij. En we hebben een klein beetje gekeken van hoe doet hij dat nou. Nou, hij maakt zijn bladerdeeg ook helemaal vanaf het begin. Voor ons een beetje moeilijk, maar we hebben daarvoor het beste bladerdeeg uitgekozen dat we konden vinden. Ambachtelijk bladerdeeg. Zoveel roomboter als dat het kan dragen, zeg maar. En dat is een heel belangrijk onderdeel van de Beef Wellington. En verder natuurlijk hele mooie ossenhazen, mooi gemarmerd Nederlandse koeien. Daarmee maak je fantastische Beef Wellington. De eerste keer heb ik het met kerst gemaakt. En dat was met een pakje koopmansbladerdeeg en geen keukenapparatuur, dus het zag er niet echt uit. En toen, na een paar andere try-outs, toen kwamen we erop dat het vooral belangrijk is. Je stopt een thermometer erin en dan moet je kerntemperatuur niet zo zijn als dat je hem aan het einde wil hebben. Want na het rusten, dan pas moet hij de perfecte temperatuur hebben. We halen hem eruit op 45 graden. Dan trekt hij dus door na 10 minuten rusten tot aan 50 ongeveer. Want ik vind ook, hij moet niet te rare zijn, want dan is het alsof je een beetje dood plakje vlees eet, waar geen spanning op staat. Dus er moet een beetje spanning op staan. Medium rare, dat moet hij echt zijn. Koen die gaat even de ossenhaas aanbakken. Kijk, je ziet mooie marmering erop zitten. Het vlees is gepekeld. Een dag van tevoren, als je het vlees pekelt, krijg je eigenlijk bijna hetzelfde proces als wat we bij dry aging krijgen. Er zit gewoon wat minder vocht in het vlees. Dat betekent dat je gewoon wat meer vleessmaak hebt. De structuur wordt iets mooier naar mijn mening. We gebruiken gewoon keukenzout, Yozo, om gewoon het vlees mee te pekelen. Dan doen we eigenlijk alsof je het vlees nazout, maar dan van tevoren, zeg maar. Ongeveer die hoeveelheid. Iets meer bij zo'n dik stuk vlees, want dat trekt er nog helemaal in. Het vlees heeft nou echt al smaak van zichzelf en daarna zouten we ook niet meer na. Koen zorgt voor een mooie kleuring en dan ben je er eigenlijk al qua kleur. Ook door die pekel krijg je al heel snel een mooi korstje erop, heel mooi laagje. Hij schroeit alle kanten dicht, ook de boven- en onderkant. Als wij olie gebruiken om te bakken, gebruiken wij altijd argideolie. Puur omdat het vrij geurloos en smakelijk is en die kan een hele hoge temperatuur bereiken. En kunnen we eigenlijk meteen door met de volgende stap. Insmeren met wat mosterd. Ik pak gewoon Zaanse mosterd. Het is natuurlijk niet te scherp, maar mooie Nederlandse mosterd. Ik geef net een heel klein tikje frisheid met al die zware smaken. Hier, wat belangrijk is dat je folie gebruikt. Wij gebruiken driedubbel folie, dus één plakje, nog een plakje en dan daar een plakje overheen in het midden. Zodat je mooi strak kunt rollen. Dan een hele lichte serrano ham. Niet te zout. Ja, het is eigenlijk bedoeld om een beetje de boel bij elkaar te houden. Ik vind het persoonlijk, geeft het nog een heel klein zoutje, maar het is niet essentieel voor de smaak van het hele gerecht. In de Beef Wellington zit een beetje varken. Je zou alles kunnen gebruiken. Al gebruik je een mooie bresaola bijvoorbeeld, dat zou ook kunnen. Als je echt geen varken eet bijvoorbeeld. We hebben een duxelle gemaakt. Paddenstoelen. Dus eigenlijk draaien we paddenstoelen door. Die bakken we mooi, zit een beetje met knoflook en zo. Hè? Daarna drogen we de duxelle even in de oven. Tot het vocht eruit verdampt, zodat je echt een beetje een mooie pasta krijgt. En dan wordt dat dun uitgesmeerd over de serrano. Klein laagje, mooi egaal. We gebruiken kastanje champignons en shiitakes. Shiitake geeft een mooie, beetje nootachtige smaak aan de duxelle. Ieder hoekje wordt meegepakt. Zo. Mooi in het midden. En nu is het kwestie van mooi strak inrollen.
Laat er geen ruimte tussen zitten. Er wordt echt een beetje druk opgezet, zoals je ziet. Zodat je hem zo strak mogelijk krijgt. Heel belangrijk. Een heel klein beetje vochtig maken van de werkbank, wat hij nou doet, met een heel een beetje lichtvochtige doek. Zodat je wat grip hebt om te kunnen rollen. Een klein beetje patentboom wordt op de snijplank gestrooid, zodat het deeg niet te veel blijft plakken. Gaat de plak die om de Wellington heen zit nog een heel klein beetje verder uitrollen. Wordt hij nog iets mooier de korst. Als hij zo direct opstijgt, dan trekt hij ook iets meer om die Wellington heen, waardoor je een nog strakker effect krijgt. Wij zelf kopen hem per hele Wellington. Zit hij voor €110 op de kaart, nou, dan krijg je wel een goede portie voor. Die kun je makkelijk met z'n vieren delen. Ja, het is natuurlijk ook vrij ambachtelijk, hè? Dus dat, als mensen zeggen, oh, dat is duur, maar kijk eens zo direct hoe lang hij bezig is geweest met één Wellington. Klein beetje eigeel doen we aan de binnenkant, zodat hij hem zo direct mooi dicht kan vouwen. Zo, dan vouwt hij mooi dicht. Als je te veel overlap hebt, dan zul je zien dat hij ook tijdens het bakken een beetje bijvoorbeeld omhoog komt. Want je bakt hem op de overlap. Maar als daar te veel overlap in is, dan krijg je een soort onregelmatige garing. Mooi dicht gevouwen. Hij zit er nu perfect omheen. Kijk, dan wordt hij nog een keertje ingerold. En dan maken we hem ultiem strak. Weer drie lagen folie. Dat is puur omdat met één zo'n laag folie die scheurt gewoon. Kijk, voor de ultieme strakke effect rolt hij hem nog één keer heel strak op. Kijk, door hem zo te rollen krijg je echt heel veel spanning op die zijkanten. Wordt hij ultiem strak. Yes. En dan gaat hij nog een keertje de shockvriezer in. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld je bladerdeeg op je Beef Wellington van de eerste laag die bijvoorbeeld in te snijden. Daar motiefjes op te doen, dat gebeurt klassiek gezien. Maar wat mooi is, als je dus een extra laagje bladerdeeg erop doet in de vorm van een rastertje, dan heb je nog iets meer dat het bladerdeeg een belangrijk deel wordt van het gerecht. En eerlijk gezegd vind ik dat ook het allerlekkerste aan het hele gerecht. En dan is het belangrijk dat je strak het motief zet. Dit kun je gewoon kopen bij bijna iedere kookwinkel. En dan zie je... Je wordt een beetje losgetrokken en als je nou niet open gaat, dan gaan we nog met een mesje gaan we even langs om te zorgen dat ieder dingetje open is. Hierbij is het ook dus echt belangrijk dat je wat dikker bladerdeeg hebt. Geen koopmans bladerdeeg bijvoorbeeld, want dan is dit niet te doen. Vooral omdat je zo direct moet gaan verplaatsen en uit elkaar moet gaan trekken. Als je bladerdeeg te dun is, dan wordt het een soort elastiek. Koen heeft net het bladerdeeg even terug in de koeling gelegd. Want dan stijft het nog even mooi op. Er zit natuurlijk boter in. En boter die meer op kamertemperatuur komt, wordt zachter. Dus minder handelbaar als dat hij zo direct wat opgestijfd is. Dan is hij een klein beetje opgestijfd. Ik ga er een heel klein laagje eigeel ook overheen. Zodat het rooster mooi blijft plakken erop. En natuurlijk met het afbakken krijg je daardoor een mooi laagje. Dan gaat het raster erop. Nu, dit is een tricky werkje, want je wilt niet dat die rasters breken.
We laten hem ook altijd even zien als hij uit de oven komt, namelijk de Wellington. Ja, dan moet hij er ook gewoon goed uitzien van buiten. Dat is ook een esthetisch dingetje. Je had hem iets meer uit elkaar moeten trekken in het midden. Dit is een priegelwerkje hoor. Hij ligt nu echt op de overlapping, zeg maar, van het bladerdeeg. Toen we hem dichtrollen, daar ligt, dat is echt de onderkant. En wat je nu ziet is de bovenkant. Zo. En wordt er nog heel licht afgestreken met een heel klein beetje eigeel. Ook voor die mooie glans. Nou is hij klaar om af te bakken. Persoonlijk vind ik het mooi om hem eventjes op te laten stijven in de koeling nog. Maar je kan hem gewoon meteen afbakken. We hebben de oven inmiddels voorverwarmd op 186 graden. Daarbij voegen we een heel klein beetje stoom toe. Heel klein beetje, waardoor hij zeg maar eigenlijk een soort bijna heter afbakt. En waardoor het bladerdeeg iets mooier kleurt. Er wordt echt minimaal stoom aan toegevoegd. De oven is afgegaan, dus hij kan open. Er zit een temperatuurmeter in en die heeft aangegeven dat hij nu 46 graden is in het midden van de ossenhaas. En dan kan hij eruit, dan gaat hij 10 minuten rusten. Na die 10 minuten dan is hij ongeveer naar 51 doorgeschoten. En dan is hij echt perfect om te serveren. Zo komt hij dus uit de oven. Nou brengen we hem meestal even naar tafel. 10 minuutjes zo laten liggen, trekt hij mooi door. En de sappen die komen tot rust. Er zit geen spanning meer op het vlees. Geen extra spanning, waardoor het bloed er niet uitloopt als je hem aanslijt. Nou, weer 10 minuten wachten. Dus dit is mooi. Hij loopt dan een beetje door. Hij gaat rond de 50, zit hij. 51, 52. Dit is de temperatuur waarop we hem willen hebben. Hij heeft nu bijna een minuutje of 10 gerust. Dan kan hij aangesneden worden. Yo, dit is gewoon goed. Er loopt natuurlijk al een klein beetje sap uit. Dit vind ik een mooie garing, want je ziet, hij heeft wel een heel klein beetje spanning op het vlees. En dat maakt, als je het snijdt, gewoon, dan maakt het lekkerder. Vlees waar geen spanning op staat, dat is ook niet lekker in je mond. Klein beetje peper eroverheen. Dit is zomertruffel, mooie rijpe zomertruffel. Die voegen we toe aan de Madeira zuur, want dat komt er klassiek bij. Kontjes snijden in vieren en dan heeft ieder nog zijn eigen kontje. Nou ja, als je zo'n plak op hebt, dan heb je in principe toch wel genoeg gegeten. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.